En super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb er zin in. Jij hebt er zin in, want je hebt deze video geklikt. Ik heb weer een keer een shoplog voor jullie. Ik heb wat items verzameld die ik de laatste tijd heb gekocht of binnen heb gekregen. Het zijn fashion dingen, het zijn beauty dingen, het zijn lifestyle dingen. Van alles en nog wat. Ik vind het allemaal super leuke dingen. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk gaan vinden. Dus mocht je er, net zoals ik heb er echt zoveel zin in. Heb jij er ook zin in? Gooi dan je duimpje omhoog en let's go! Nou, laten we beginnen met de Primark. Daar kreeg ik heel enthousiast deze gigantische tas. En wat zit erin? Eén ding. Deze beker. Deze beker is echt super cool. Laatst dat ik met Sabrina ging filmen, zag ik deze beker op haar kamer staan. En toen dacht ik, ik ga binnenkort ook naar de Primark en dan ga ik hem ook halen. Hij kostte volgens mij 4 euro. De prijs zet ik natuurlijk in de beschrijving van alles. En hij is gewoon super leuk. Laatst werd ik benaderd door Lovies om daar een aantal dingen uit te zoeken. En toen dacht ik, oh my god, super leuk. Ik hou echt super erg van die webshop. Dus ik heb er een aantal dingen uitgezocht. Eerste is dit leuke grijze haltertopje. Die hebben jullie al kunnen zien in een vlog. En misschien wel in meer video's, want ik draag hem best wel vaak. Gewoon heel erg simpel. Ik heb hem in maat M besteld, maar S had ik ook wel gepast. Alleen nu valt hij ietsje langer en is iets bedekter, iets minder kort. En dat vind ik zelf wel wat fijner. Toen ging ik op zoek wat leuk zou staan bij dat topje. En toen kwam ik uit op dit witte broekje. Hij ziet er nu een beetje transparant uit. Ik weet niet of het op beeld overkomt, maar dat is hij niet. Zolang je er huidskleurig ondergoed onder draagt, is het gewoon helemaal prima. Maar ik kon volgens mij kiezen tussen S, M en L. Dus ik koos voor M, voor de zekerheid. Want ik zit meestal tussen S en M in. Maar hij is wel een beetje aan de grote kant. En ik zie hier ook op het kaartje staan dat dit Europese maat 40 is. Dus ik had denk ik beter S kunnen bestellen. Ik pas hem wel. Maar een maatje kleiner had denk ik iets leuker gestaan. Dus bestel hem gewoon in je eigen maat. En denk niet, oh misschien is het handiger als ik een maat groter bestel. Want voor mij werkte dat in ieder geval niet. Maar dit broekje zit dus een beetje in je taille. Hij valt gewoon echt netjes tot over je billen. Dus niet super kort dat je je halve bil uit je broekje steekt. En hij is gewoon super schattig met die leuke dingetjes aan de onderkant. En ik ben er echt heel erg blij mee. Om de outfit af te maken koos ik ook nog dit superleuke horloge uit bij Lovies. Hij heeft een rosé gouden uurwerk en de bandjes zijn een soort van pastelroze. Hij sluit heel erg mooi aan, zit super fijn. En met al deze items ga ik binnenkort ook nog een outfit post maken op mijn blog. Dus mocht je het niet willen missen, hou dus even mijn blog in de gaten. Ook kocht ik nog 2 kledingstukken bij de H&M, waaronder dit superleuke gestreepte jurkje. Het is eigenlijk een wit jurkje met donkerblauwe strepen, niet zwart. Ik weet niet hoe het overkomt op beeld. En hij is van de Divided collectie. Hij heeft een beetje zo'n halter bovenkant. En hij sluit ook best wel hoog. Dat vind ik zelf wel heel mooi staan. En hij valt heel mooi in je lichaam. Het is een beetje een bodycon figuur. En nog leuker, hij kostte maar 10 euro. Hij doorschijnt niet, hij zit mooi, hij zit lekker. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een leuk jurkje voor in de zomer. Het is ook nog eens een luchtig stofje. Ik ben er blij mee. Ik ben er heel erg blij mee. Nou, door naar iets minder spannends van de H&M. Namelijk dit basic topje. H&M heeft natuurlijk echt de perfecte basics. Dus ik dacht, ik koop een hemdje. Maar ik doe hem niet in zwart of wit. Maar in een beetje leger groen. Sluit echt super mooi aan om je lichaam. Kost iets van 5 euro volgens mij. Zit mooi, zit lekker. Leuke kleur. En een basic. Dat is handig om te hebben in je kast. Oké, we zijn nog niet door alle items heen, maar ik heb ook nog een kleine winactie voor jullie. Laatst mocht ik namelijk een telefoonhoesje uitzoeken bij Tastify. Ik heb echt heel erg spraakgebrek als ik dit uit moet spreken. Ik kan echt niet praten vandaag. Tastify, het is een hele leuke webshop met echt super veel telefoonhoesjes. Het was heel moeilijk om er eentje uit te kiezen. Maar ik ben uiteindelijk, kijk hoe mooi het geleverd werd, voor deze gegaan. Een marmeren hoesje. Je hebt hem waarschijnlijk al op Snapchat of ergens anders voorbij zien komen. Maar ik vind hem echt super top. En wat hier heel erg goed aan is, is dat hij echt heel erg beschermt. Hij laat je telefoon wel wat dikker voelen. Het is best een dik hoesje. Daar moet je van houden. Ik vind het zelf echt heel erg fijn. Laat ik hem niet zomaar vallen. Ik ben namelijk niet zo handig, dus dat gebeurt nogal regelmatig. En wat ik echt persoonlijk super leuk vind bij de hoesjes van Tastify, is dat je ze zo uit elkaar kan klikken. Kijk. En dan kan je dus hier de achterkantjes van verwisselen. Ik heb nu dus marble erin. Maar je kan ook online gewoon alleen, zeg maar, printjes bestellen. Zodat je niet de hele tijd een heel hoesje opnieuw hoeft te kopen. Want ze zijn best wel duur. En ze zijn ook super goed. Dus dan ben je goedkoper uit. En je kan dus de hele tijd wisselen, wat super leuk is. Ik hou persoonlijk van afwisseling bij telefoonhoesjes. Ja, door naar de winactie. Wat kan je winnen? Het is best voor de hand liggend. Maar je mag dus een telefoonhoesje uitzoeken op de website van Tastify. Zoals ik zei, ze hebben voor iPhones hoesjes.
voor Samsung, ook voor andere telefoons volgens mij. En het zijn er echt super veel. Maar hoe kan je hier nou kans op maken? Nou, als eerst moet je geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Als tweede moet je mij volgen op Instagram. Mijn gebruikersnaam is gewoon All About Leonie. En als derde moet je eventjes hieronder bij de video een reactie plaatsen met dat je meedoet. That's it. Super simpel. En de hoesjes zijn echt heel erg leuk. Meedoen kan tot en met donderdag 21 juli. En dan zal ik in de video die dus die vrijdag 22 juli online komt in de beschrijving de winnaar bekendmaken. Dus als je meedoet, hou dat in de gaten. En stuur me dan een mailtje op mijn e-mailadres. Die staat ook in de beschrijving altijd. En ja, dan mag je daar een telefoonhoesje uitzoeken. Dan gaan we door naar de laatste dingen die ik aan jullie wil laten zien. En het eerste daarvan is deze nagellak van OPI. Die kocht ik onlangs bij de Douglas. En dit is de kleur It's in the Cloud. Hij dekt echt pas na 3 laagjes. Maar hij is wel echt super mooi. Het is een soort wit. Maar het is zeg maar net niet wit. Het is een beetje pastelwit. Gebroken wit. Ik weet niet wat ik probeer te zeggen. Maar het is echt een super mooie nagellak. En ik draag hem heel erg graag. Zoals ik zei, hij dekt in heel veel laagjes. Maar als hij er eenmaal op zit, dan doe je er echt heel erg lang mee. Ik denk dat hij een weekje mooi blijft op de nagels. En dan is het tijd om hem weer bij te werken. Wat ik ook kocht bij de Douglas is dit parfum. Dit is Max Fresh. En deze is zo lekker, jongens. Er staat ook een review van op mijn blog. Hij is heel erg fris. Hij is heel erg fijn. Max Fresh is heel erg fris. Dat was natuurlijk nog niet duidelijk. Hij is echt zo lekker. En hij is niet duur. Dus review zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Maar echt een aanrader. Ik denk dat heel erg veel mensen hem lekker vinden. En hij is dus echt super goed betaalbaar. En het laatste item hebben jullie al in actie kunnen zien in mijn make-up doen en kletsen. Namelijk deze foundation van L'Oreal. De Infallible 24 Hour Matte. Dit is een foundation die heel erg goed dekt. Die je heel goed op kan bouwen. Die je de hele dag mat houdt. Ik heb best wel een vette huid. Maar ik ga echt gedurende de dag niet glimmen. En nu ik zelf primer gebruik, heb ik hem in de kleur 20 cent gekocht. En dit is echt een van de fijnste foundations die ik de laatste tijd heb geprobeerd. Ik ben echt super blij met alles. Ik hoop dat jullie het ook een leuke video vonden. Als je meedoet aan de winactie, heel erg veel succes. En ja, dan wil ik je nog bedanken voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei doei!